Pascal Uzer is een van de talenten uit de voetbalacademie van SC Heerenveen. Met veel verwachtingen begon de 17-jarige jeugdinternational uit de A1 aan dit seizoen. Maar een paar weken voor de start van de competitie op een toernooi in Zutphen sloeg het noodlot toe. De talentvolle aanvaller scheurde de voorste kruisband van zijn rechterknie af. Weg was zijn seizoen. We hadden net een week getraind, gewoon weer met een nieuwe groep. En we hadden het toernooi. In Zutphen was dat. En gewoon een wedstrijd tegen Birmingham City. En het was gewoon een heel onschuldig duel. Ja, en het deed heel veel pijn. Ja, dan ga je voor onderzoek naar het ziekenhuis, neem ik aan. En dan? Ja, dan hoor je dat je MRI-scan moet doen. Omdat het was toch moeilijk om. Het was niet echt de zekerheid, we wisten niet precies. Maar we dachten eigenlijk dat het wel meeviel. Maar ja, MRI-scan en toen bleek. Kruisband afgescheurd. En toen zeiden ze gelijk, ja, dat duurt een jaar ongeveer, 9 maanden. En wat dacht jij toen? Toen dacht ik eerst van, nou ja, zal wel, weet je wel. Maar ik besefte het niet helemaal. En op de terugweg naar huis, ja, dan dringt het wel tot je door. En dat was niet leuk. Echt niet. Op 18 september werd Pascal succesvol geopereerd. Daarna begon zijn lange revalidatie. Maandenlang trainde hij in zijn eentje in deze kleine fitnessruimte op Squatter Ward. Ja, ik ben hier nu ongeveer 5 maanden. Dus het is sommige dagen denk je wel van, nu even niet, denk je. Maar de fysio slip je er doorheen, de teamgenoten en zo. Maken altijd wel een praatje met van, hoe is het en zo. Het is ook zwaar, dat zeker. Maar je hebt een doel, hè, en dat is gewoon weer helemaal fit terugkomen en weer lekker voetballen. Elke vakje 2 keer raken, ja? De kruisbandblessure is wel een van de ernstigere blessures in het voetbal. Nou ja, je hoort het vaak. Het is zo dat eigenlijk voor de voetballer, en vooral een professioneel voetballer, een operatie eigenlijk wel noodzakelijk is. Een reconstructie van de voorste kruisband. Ja, en men gaat er vaak uit van een revalidatieperiode van 6 tot 12 maanden. Nou ja, goed, daar zit natuurlijk veel verschil in. Een half jaar of een heel jaar revalideren. Maar goed, in het geval van Pascal kiezen we voor een veilige weg eigenlijk. Omdat we geen haast met hem hebben. Pascal is een talent in onze club. Dus hij moet gewoon goed revalideren en we nemen daarin geen risico's. Met de revalidatie van Pascal gaat het uitstekend. Zijn krachttraining blijft hij doen. Maar inmiddels traint de talentvolle speler ook alweer enkele dagen op het veld. Ja, ik heb nog nooit echt een terugval gehad en gaat gewoon goed. Ik denk dat elke voetballer dat wel heeft. Dat geef me nou maar even 2 weken rust of zo. Dat heeft iedereen wel eens. En dat denk je dan. Maar als je nou een blessure hebt van 9 maanden, ja, dat is, dan heb je sowieso zoveel zin weer om te voetballen. En ja, dat heb ik nu ook. Bij ons is zo dat fase 0 is de fase dat hij binnen is. In het, het krachthonk eigenlijk, hè, zoals je dat dan noemt. En fase 1 is eigenlijk de start van de veldrevalidatie. En momenteel zit Pascal al in fase 2. Dus eigenlijk is dat alweer een stapje verder als het ware. Ja, kijk, ik zit nu op 5,5 maand ongeveer. En ik ben gewoon bezig, mijn focus ligt op volgend seizoen. En misschien gewoon met de groep meetrainen aan het einde van dit seizoen, zeg maar. En daar ben ik wel tevreden. Het traject dat we uitgestippeld hebben, dat zit rond de 9 maanden. Dat zou net precies, of eigenlijk het einde van het seizoen zijn. Dus daar kan hij volgend seizoen weer aansluiten in de groep volledig. Dat is eigenlijk ons doel. We hopen eigenlijk wel dat hij eind mei, begin mei, weer eens wat in de groep mee kan gaan trainen. En dus dat is eigenlijk wel ons doel. Dus als we nu kijken dat nu maart is, dan zal het nog een 2-3 maanden zijn ongeveer. Nou, dat ziet er toch al best aardig weer uit, Pascal. Ja. Klopt. Gaat het? Nou, je wordt wel een beetje moe, maar conditie moet ook beter natuurlijk. Maar daar wordt ook aan gewerkt. We wensen je nog heel veel sterkte met het herstel. En we hopen je heel snel weer op het voetbalveld te zien in een wedstrijd. Ja, dat hoop ik ook. Bedankt, hè.